In het debat over de verdieping van de Westerschelde lopen de emoties hoog op. Veel Zeeuwen zijn falikant tegen ontpoldering. De Vlamingen eisen verdieping. We zijn buurman Jan, waar sta je patterscheep? Wat is er eigenlijk? Die zei, ik moet toch even vertellen. Nou krijgen wij zo'n brief dat we ons land onder water moeten zetten. Maar ik heb wel mijn eigen levensgevaar die dijken dicht moeten houden in 1953. En die zei, dat vind ik niet kunnen dat ze hem nou weer doorsteken. Natuurlijk, voor ons is het ook emotioneel, want als je de Antwerpenaar wil raken, dan moet je aan zijn haven komen. En dat is wat Nederland momenteel doet. Dus dan wordt het dossier of de discussie automatisch weggetrokken van het rationele naar het emotionele. Eigenlijk kan je het ook niet accepteren en dat grijpt zo diep in. Dat je denkt van, hé, kijk, als ik nou hier over 10 jaar sta, dan is heel mijn hebben en houden staat onder hetzelfde water en zit onder het slik. Het is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Het verdrag is wel enorm belangrijk geweest in de geschiedenis van onze beide landen. En op dat moment heeft men gezegd, oké, dit zijn de landsgrenzen, maar wij garanderen wel dat Vlaanderen en Antwerpen onbeperkte toegang heeft via dus die Westerschelde naar de zee. Dus dat is voor ons enorm cruciaal. En Europa lacht er niet mee hoor. Verdragen die naast zich worden neergelegd, zeker niet als dit verdrag nog eens zo duidelijk is bevestigd in de verdragen van 2005.